Goedenavond, dames en heren. Welkom op het vierde deel van onze videopresentaties over de ontstaansgeschiedenis van de sinologie aan de hand van boeken uit onze bibliotheekcollectie op de Vereniging België-China. Ook in deze presentatie loopt de 19e-eeuwse christelijke missioneringsdrang van het Westen weer als een rode draad door ons verhaal. U herinnert zich waarschijnlijk nog hoe wij in onze tweede video over de cursus literae van de jezuïet Angelo Zottoli reeds vermelding maakten van de door het Westen afgedwongen verdragen die volgden op de twee opiumoorlogen. In het bijzonder het verdrag van Tianjin van 1858 en de conventie van Beijing van 1860 zijn belangrijk omdat zij het wettelijk raamwerk vormden waarbinnen de missionering in China voor de rest van de eeuw zou opereren. Die verdragen garandeerden het recht op vrije godsdienstuitoefening in het volledige territorium van het keizerrijk en, wat nog belangrijker was, verleenden een soort juridische onschendbaarheid aan de missionarissen. De reeds eerder besproken Angelo Zottoli en Leon Wieger worden daarom soms verdragsmissionarissen genoemd, omdat zij gretig gebruik maakten van die door het Westen afgedwongen verdragen om in China te gaan en te staan waar het hun beliefde, met bescherming van de Chinese en Westerse autoriteiten. De ongelijke verdragen, zoals zij vandaag door de historici genoemd worden, faciliteerden het missiewerk van zowel de katholieke als de protestantse missionarissen. Toch was er een enorm verschil in aanpak. Zo verwijderden de katholieke missionarissen zich doorgaans van de stedelijke centra met haar grote concentraties van buitenlanders en waren zij vooral op het Chinese platteland actief. Denken we maar aan de missiepost de Shenzhen in Geupay, waar Leon Wieger uit onze vorige video actief was. De protestantse zendingsdrang daarentegen was een echt stedelijk fenomeen met een grote nadruk op de bijbelstudie en persapostolaat. Wat zowel de katholieke en protestantse missionarissen dan weer gemeen hadden, was een grote wetenschappelijke interesse in de Chinese letterkunde en wijsbegeerte, waarin volgens hen de sleutel lag naar succesvolle bekeringen. Vandaag zullen we het in deze video hebben over een protestantse missionaris, James Legge, en zijn indrukwekkende bijdrage aan de sinologie. Legge leefde van 1815 tot 1897 en was afkomstig uit het Schotse Aberdeenshire. Na zijn studies aan het Highbury Theological College in Londen verhuisde James Legge naar Hongkong, waar hij van 1842 tot 1873 woonde en werkte. Op dit eilandje, dat na de Eerste Opiumoorlog door de Chinezen afgestaan was aan de Britten en dat later zou uitbloeien tot het financieel centrum van de regio, ploeterde Legge jarenlang aan de totstandkoming van een vertaling van de Chinese klassieken die tussen 1861 en 1872 in 5 lijvige volumes verschenen onder de titel The Chinese Classics with a translation, critical and exegetical notes. Dit volledige werk, dat vandaag nog altijd geldt als de standaardvertaling van de Confucianistische kanon, bevindt zich bij ons in de bibliotheek van de Vereniging België-China. Omdat we beperkt zijn in tijd, zullen we in deze videopresentatie enkel de vertaling van de gesprekken van Confucius of Lunyu bespreken, die in het eerste volume van de Chinese Classics te vinden is. De gesprekken van Confucius is een verzameling van 499 uitspraken van de filosoof Confucius, die leefde van 551 tot 479 voor Christus. Behalve uitspraken bevat het werk ook anekdotes over de wijsgeer en dialogen die hij met zijn leerlingen zou hebben gevoerd. Men kan zonder overdrijving stellen dat de filosofie van Confucius het ethisch fundament is van de Chinese maatschappij zoals wij die nu kennen. En zonder een inzicht in het Confucianisme kunnen wij het hedendaagse China niet begrijpen. De gesprekken van Confucius is dan ook een van de meest bestudeerde, meest becommentarieerde en daarmee ook een van de meest invloedrijke werken uit de Chinese geschiedenis. En het is de grote verdienste van James Legge dat hij de kennis over het Confucianisme in het Westen bij het brede publiek verspreid heeft. De gesprekken van Confucius beschrijft een aantal basisdeugden die het zedelijk ideaal vormen van de Junzi. Legge vertaalt deze term, die in de gesprekken maar liefst 107 maal voorkomt, als a man of complete virtue, of de volmaakt deugdzame mens. We moeten ook opmerken dat het woord Junzi een politieke geladenheid heeft. Voor Confucius kan enkel de Junzi, of volmaakt deugdzame mens, een goed heerser zijn. Het zedelijke ideaal van de volmaakt deugdzame mens wordt door Confucius verder omschreven als Tao, wat Legge vertaalt als practical course. En wat wij dan ook in deze context van deze presentatie iets wat onelegant omschrijven als het te volgen handelspad van de volmaakt deugdzame mens. Dit idee wordt door Confucius mooi verwoord in de tweede paragraaf van het eerste hoofdstuk van de gesprekken. Junzi wu pen, pen li er tao shen. Dit wordt door Legge vertaald als The superior man bends his attention to what is radical. That being established, all practical courses naturally grow up. In de voetnoot verduidelijkt Legge dat what is radical eigenlijk begrepen moet worden als de root, of het fundament zeg maar, van het gedragspatroon van de volmaakt deugdzame mens. Die fundamenten worden in de gesprekken van Confucius herleid tot 5 basisdeugden. De eerste basisdeugd is Ren en wordt door Legge vertaald als benevolence, of welwillendheid. Deze deugd wordt door de missionaris vanuit zijn christelijke overtuiging ook wel omschreven als de perfect virtue of volmaakte deugd. Het is zeker waar dat Confucius de welwillendheid als belangrijkste deugd beschouwde. Het karakter Ren komt maar liefst 109 maal voor in de gesprekken. De welwillendheid wordt door Confucius in de 22e paragraaf van het 12e hoofdstuk van zijn gesprekken gedefinieerd als Ren, wat Legge vertaalt als to love all men, of het liefhebben van alle mensen, met nadruk op het woord alle. Deze duidelijke, maar vrij algemene definitie wordt verder verduidelijkt in hoofdstuk 1, paragraaf 2, waar te lezen staat Xiao ti yeche, qi wei renche pen yu, wat Legge vertaalt als filial piety and fraternal submission, are they not the root of all benevolent actions? Of in het Nederlands, gehoorzaamheid aan de ouders en broederlijke onderworpenheid. Is dit niet de wortel van alle welwillende handelingen? Uit dit citaat kunnen wij afleiden dat welwillendheid enkel tot ontwikkeling gebracht kan worden in een familiale context, door middel van opvoeding dus. In hoofdstuk 12, paragraaf 1, gaat Confucius nog wat dieper in op de deugd van welwillendheid door te zeggen dat het keqi fuli is, wat Legge vertaalt als to subdue oneself and to return to propriety, of in het Nederlands een onderwerping van zichzelf, het ego zeg maar, en een terugkeer naar het fatsoenlijk gedrag. Op basis van deze citaten uit de originele tekst, zoals die opgenomen is in The Chinese Classics, kunnen we afleiden dat de deugd van welwillendheid tot ontwikkeling komt in de beslotenheid van de familiale kring door middel van opvoeding, om tenslotte definitief tot uiting te komen in het openbare leven als fatsoenlijk gedrag met respect voor de sociale conventies. Dit brengt ons bij de tweede basisdeugd of Li, wat Legge vertaalt als ritual propriety. Confucius was zeer begaan met deze deugd, want het karakter Li wordt maar liefst 71 maal vermeld in de gesprekken. Het woord ritueel moet, zoals daar straks reeds opgemerkt, in deze context begrepen worden als sociale conventies en gedragsregels. Met deze deugd bedoelt Confucius dus eigenlijk de gevoeligheid die de volmaakt deugdzame mens toont met betrekking tot zijn plaats in de sociale hiërarchie en tot de maatschappelijke rol die hij vervult. In hoofdstuk 12, paragraaf 1, geeft Confucius aan zijn leerlingen dan ook de volgende vermaning. Fei-li wu-shi, fei-li wu-ting, fei-li wu-yen, fei-li wu-tong, wat James Legge vertaalt als look not at what is contrary to propriety, listen not to what is contrary to propriety, speak not what is contrary to propriety, make no movement which is contrary to propriety. Of in het Nederlands, kijk naar niets onfatsoenlijks, luister naar niets onfatsoenlijks, zeg niets onfatsoenlijks of gedraag je niet onfatsoenlijk. De volmaakt deugdzame mens moet zich altijd bewust zijn van de sociale conventies. Hij moet zijn plaats kennen in de samenleving en zijn handelen daarmee in overeenstemming brengen. Dit goed fatsoen moet wel altijd oprecht doorvoeld zijn. Het is geen slaafs volgen van conventies of regelneverij. In hoofdstuk 3, paragraaf 26, zegt Confucius dan ook Wei-li pu-ting, wu-ge-i-quan-zhi-tsai, wat James Legge vertaalt als ceremonies performed without reverence, wherewith should I contemplate such ways. Of in het Nederlands, hoe zou ik zelfs nog maar kunnen denken aan ceremonies zonder eerbied. Vervolgens komen wij bij de derde basisdeugd, Yi, die door Legge wordt vertaald als righteousness of rechtschapenheid. Volgens Confucius is het de rechtschapenheid die de volmaakte deugdzame mens beschermt tegen alle vormen van morele bezoedeling en zedelijke corruptie. In hoofdstuk 16, paragraaf 10 staat te lezen Junzi tiente Yi, wat Legge vertaalt als When the superior man sees gain to be got, he thinks of righteousness. In het Nederlands wil dit zeggen, wanneer de superieure, tussen haakjes volmaakt deugdzame mens, zich geconfronteerd ziet met, tussen haakjes vulgair materieel gewin, dan houdt hij de rechtschapenheid hoog in zijn hart. De voorlaatste en vierde basisdeugd die besproken wordt in de gesprekken van Confucius staat bekend als Zhi, wat James Legge vertaalt als wisdom of wijsheid. Wijsheid heeft in de context van de gesprekken eigenlijk vooral te maken met het juist inschatten van mensen en situaties in politiek bestuur. Wanneer in hoofdstuk 12, paragraaf 22, een leerling Confucius ondervraagt over wat wijsheid is, dan antwoordt de wijsgeer met Juzhi Zuo Zhuwang, wat James Legge vertaalt als Employ the upright and put aside all the crooked. Of in het Nederlands, geef een bestuursambt aan zij die oprecht zijn en verwijder zij die niet oprecht zijn. Ook de laatste deugd tenslotte heeft te maken met goed bestuur. We hebben het dan over Xin, wat door Legge vertaald wordt als sincere of eerlijk. In hoofdstuk 17, paragraaf 6, zegt Confucius Cynthia de Bruyker, wat Legge vertaalt als If you are sincere, people will repose trust in you. Of in het Nederlands, wanneer je eerlijk bent, dan zullen mensen je vertrouwen. Oprechtheid wordt beloond met vertrouwen en dat geldt volgens Confucius des te meer voor de heerser. We benadrukken nog eens dat wanneer Confucius spreekt over de Junzi of volmaakt deugdzame mens, hij eigenlijk een heerser of politieke bestuurder voor ogen heeft. Volgens Confucius kan de zedelijke transformatie van de maatschappij enkel worden teweeggebracht door het zogenaamde te van de heerser. Dit concept dat 40-maal voorkomt in de gesprekken wordt door James Legge vertaald als character of karakter. Een karakter dat pas ten volle gecultiveerd kan worden door de onafgebroken uitoefening van de 5 deugden die wij in deze video bespraken. Enkel door karakter kan de heerser morele overtuigingskracht uitoefenen op zijn onderdanen. Naar mijn mening staat de mooiste, maar ook ietwat beangstigende beschrijving van te of karakter van de heerser te lezen in hoofdstuk 12, paragraaf 19 van de gesprekken. Junzi zhi te feng, xiao ren zhi te cao, cao shang zhi feng pi yan. Legge vertaalt dit vrij literair. The relation between superiors and inferiors is like that between the wind and the grass. The grass must bend when the wind blows across it. Letterlijk, maar minder elegant vertaald staat er eigenlijk het karakter van de volmaakt deugdzame mens is wind. Het karakter van de nietige mens is gras. Gras onder de wind moet buigen. Zoals we kunnen zien zijn de Confucianistische opvattingen over politiek bestuur zeker geen oproep tot democratie. Volgens Confucius moet de heerser beschikken over karakter. Een leiderscharisma, zeg maar, dat niet aangeboren is, maar dat gecultiveerd kan worden door de uitoefening van de 5 basisdeugden. Leiderschap, zo leert Confucius, is dus niet aangeboren, maar kan aangeleerd en geperfectioneerd worden. Met deze bedenking sluiten we onze videopresentatie af. We zijn er ons van bewust dat we slechts een miniem fragment behandeld hebben van het intellectueel titanenwerk van James Legge, wiens academische carrière natuurlijk niet stopte met de publicatie van The Chinese Classics. Na zijn vertrek uit Hongkong was James Legge vanaf 1875 als professor verbonden aan de Universiteit van Oxford, waar hij verder vertalingen maakte van de Taoïstische klassieke werken zoals de Tao Te Ching en de Zhuangzi. Legge voelde zich als Schot en als missionaris nooit thuis in de Engelse ivoren toren van Oxford en ongetwijfeld had hij ook enorm heimwee naar dat fascinerende China waar hij 30 jaar van zijn leven doorgebracht had. Het is ook waar dat hij als professor in Oxford eigenlijk nooit echt populair was bij zijn studenten. Toch werd Legge's academisch werk zeer gewaardeerd door zijn vakgenoten. Zo zou hij in 1875 als allereerste beloond worden met de Prix Stanislas Julien van de Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Een prijs die in 1884 en 1973 trouwens ook toegekend zou worden aan de reeds eerder besproken Angelo Zottoli en Joseph Nieden. En een kleine eeuw na zijn dood, in 1994, werd Legge's gezicht afgebeeld op een Hongkongse postzegel. Een eer die, laat ons eerlijk zijn, aan weinig sinologen is weggelegd. Collega Cynthia de Bruyker en ik hopen dat ons exemplaar van de Chinese Classics nog vaak door bezoekers in onze bibliotheek geraadpleegd zal worden. En wij kijken er naar uit om u weldra te mogen ontmoeten bij ons op de Vereniging België-China.